Is dit nou het echte geluid? Ik vind ervan. Dat alle betrokkenen... Hier zijn we dan, bij de Golsfabriek. Power to the people. Belangrijk. In buurt te zijn. Ja, uw lievelingstrekker. We hebben twee enthousiaste lopers. We zijn hier in Waterland. En welke vind jij de liefste? Die. Kijken hoe het product... 1,5 meter samenleving. Het gevoel krijgen. Dat maakt toch machtig weer zo net. Een beetje bangmakerij vind ik dat. Hyena's noem ik jullie. Hier zit er vanmiddag bij. Bel, mail. Ik ben precies een jaar geleden ook geopereerd aan die vreselijke ziekte. Het is ook bijzonder dat ik hier een jaar daarna mag staan toch. Dat doet u heel veel. Ja, we missen hem heel erg. Is dat belangrijk voor de Bosnaren dat hij er even is? Ja, zeker. Venlo neer. Ik terug neer in denken, wie fantastisch dit is. Dat vind ik zo mooi aan de loyaliteit van de Twentenaar. Deze week in Nieuwsronde, sneeuw en ijspret, Dirk Boswijk op weg naar de Tweede Kamer, nog veel milieubonnen in de La, gezocht gezinsbuddies, Rondeveense toppers en Utrecht beweegt. ...20 graden is zo'n beetje het verschil met vorige week. We hebben de sneeuw en de ijstijd weer achter ons liggen en we maken nog even een rondje de Witte Ronde Venen. In Op weg naar de Tweede Kamer vraagt Francis Hendrik Rondeveeners op de kieslijst naar hun drijfveren, ambities en verwachtingen.
Deze week Derek Boswijk. U bent opgegroeid in de Ronde Venen. Hoe lang heeft u hier gewoond? Tot 3 jaar geleden, dus dat is nu 27 jaar. Nou, ik woon echt met superveel plezier in wildernis. En ik ging echt met pijn in mijn hart weg. En dat kwam eigenlijk omdat mijn vrouw komt uit Kokenge. En dat zegt eigenlijk al genoeg. U staat op de lijst voor de Tweede Kamer. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou, ik ben nu al bijna 6 jaar provinciaal actief in Utrecht. Onder andere N201 en allemaal grote thema's. Maar ik merk wel dat het telkens grotere thema's zijn, zoals bijvoorbeeld de woningnood, maar ook de energietransitie. Dat zijn toch beslissingen die in Den Haag worden gemaakt. Dus wil je iets bijdragen daaraan, dan moet je daar in Den Haag zijn. En vandaar dat ik heb besloten om te solliciteren. Nou, er zijn eigenlijk 2 doelgroepen die ik echt wil vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, die ook echt ondervertegenwoordigd zijn. Enerzijds de praktisch geschoolde mensen, de mbo'ers. Ik ben zelf een mbo'er. En het andere is de ondernemers. Ik ben op mijn 16e begonnen met ondernemen. En ja, ik zie toch wel vaak beleid ontstaan dat ik denk van ja, dit werkt in de praktijk niet. En nou ja, daar lopen ondernemers ook wel vaak tegenaan. En met name de kleine ondernemers. Veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de politiek. Hoe komt dat, denkt u? Nou, ik denk voor een groot deel door die mismatch tussen de praktisch geschoolde bevolking. We hebben 70% van de inwoners in Nederland heeft een mbo-diploma. Al kijk je naar de Tweede Kamer, is het nog geen 5% is mbo. Dus daar zitten echt een gigantische mismatch. Hè. We hebben de laatste jaren ons mond vol over diversiteit. En dat is goed, hè, dat we kijken naar een goede vertegenwoordiging van man-vrouw en een migratieachtergrond. Maar er is een gigantische blinde vlek op opleidingsniveau. Terwijl dat juist je opleiding bepaalt hoe gezond je leeft, waar je woont. En of dat je de vruchten plukt van economische groei. Ons bruto binnenlands product is sinds 1980 verdubbeld. Dus het gaat enorm goed met onze economie, ondanks dat we nu in een crisis zitten. Alleen we zien dat met name mensen met een lagere en een middelbare opleiding de afgelopen 40 jaar er nauwelijks op vooruit zijn gegaan. En dat is waar heel veel frustratie van mensen vandaan komt. Die denken, ja, hè, leuk die energietransitie en mooi dat het economisch goed gaat. Maar mijn kinderen kunnen geen huis vinden. Ik kan mijn huis niet verduurzamen en ik kom nu al nauwelijks rond. Ja, ik snap heel goed waar die zorg vandaan komt. En dat wordt nu op dit moment in de Tweede Kamer nauwelijks vertegenwoordigd, dat geluid. Ik denk dat u genoeg ervaring heeft voor de Tweede Kamer. Ja, maar ik denk tegelijkertijd dat je niet per se politieke ervaring hoeft te hebben. Sterker nog, ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je ervaring hebt in het bedrijfsleven of ervaring hebt in het onderwijs en gewoon echt in de normale wereld, om het zo maar te zeggen, buiten die politieke bubbel. Want ik denk namelijk dat een oorzaak van de kloof in de samenleving, hè, tussen de politiek in Den Haag en wat er speelt in de samenleving, juist is omdat er heel veel mensen van binnen die bestuurlijke politieke bubbel daar blijven werken en met elkaar om blijven gaan. Ik denk dat het juist heel gezond is als je juist van buiten afkomt. U bent reserveofficier bij de landmacht. Ja. Mijn jongensdroom was militair worden. En alleen ja, doordat er heel erg bezuinigd is op defensie, wat schandalig is, was op het moment dat ik van school afkwam een sollicitatiestop. Dus dit is een soort zijroute om mijn jongensdroom enigszins weer goed te maken. Nee, ik heb daar nog nooit spijt van gehad. Begin dit jaar ook ingezet geweest bij de ondersteuning van het bestrijden van het coronavirus. Wel echt, en ik denk dat heel Nederland het inmiddels wel heeft gezien, het belang van defensie. En dan niet zozeer met de dreiging van China en Rusland, die telkens groter worden, maar ook gewoon de rol van defensie in de samenleving. Als we echt op ons tandvlees lopen, dat daar mannen en vrouwen zijn die gewoon 24/7 voor ons klaarstaan. En ik denk dat we dat als je actief bent geweest binnen die organisatie, dat je dat des te meer realiseert en ziet ook welke offers mensen leveren die daar werken. Hè. Die mensen die op 6-7 maanden op uitzending gaan om te zorgen dat wij hier gewoon vrij leven. Nou ja, dat ik in Kokenge woon, wil natuurlijk niet zeggen dat ik de Ronde Venen niet meer in mijn hart heb. Mijn ouders, of eigenlijk bijna een hele familie woont nog in de Ronde Venen. Als ik nog een creatieve route kan vinden, dan rijd ik altijd nog even door wildernis langs mijn oude huis op de Heerenweg. Hoop ik dat ik ooit heel veel geld heb, dat ik dat huis weer terug kan kopen. Maar Ronde Venen ligt nog steeds echt wel een bijzondere plek in mijn hart. Bij alle Ronde Veense woningeigenaren is vorig jaar een milieubon op de mat gevallen. Toch is daar nog lang niet door iedereen al gebruik van gemaakt.
dragen. De gemeente heeft nog een hele hoop geld voor verduurzaming van eigen woningen liggen. Ja, er ligt nog 117.000 euro te wachten. Hoe kan dat? Nou, we hebben van het Rijk hebben we waardebonnen gekregen eigenlijk voor energiebesparende maatregelen in huis. Dus tochtstrips, nou, noem maar op, dingetjes die je in huis kan doen om ervoor te zorgen dat je minder energie gebruikt. We hebben alle inwoners een waardebon toegestuurd voor 70 euro. En daar hebben we inmiddels al 2400 huishoudens ruim zich daar gebruik van gemaakt. Maar nog niet iedereen, duidelijk. Dus er is nog geld. Nou, maar waarom komt het nou? Want u heeft het, zegt u, genoeg over gecommuniceerd. Ja, nou ja, ik denk dat er... Ja, zeker. Want als je een brief stuurt naar iedereen, dan krijgt iedereen het letterlijk op de mat. Ik kan me ook voorstellen dat het niet iets is waar je dagelijks aan denkt. Maar mogelijk dat dit weer er wel een bijdraagt. Dus... nu denk je misschien wel, hey, tocht in mijn huis. Nou, dan kun je dus gratis tochtstrips krijgen. Ja, ja, maar kunt u even uitleggen hoe dat precies werkt? Nou, het Rijk geeft een bedrag aan de gemeente. En wij hebben ervoor gekozen dat zoveel mogelijk ook bij de inwoners terechtkomt. Dus letterlijk krijg je 70 euro. En die kun je uitgeven aan dit soort maatregelen. Maar als we dat niet uitgeven, dan moet het ook weer teruggeven aan het Rijk. En dat is zonde. Nee, dat is super zonde natuurlijk. Nou, want die regeling geldt ook voor mensen die in een huurwoning wonen bijvoorbeeld? Nee, dit is speciaal voor koop. Okay. Maar ze zijn wel met het Rijk bezig om ook voor huurwoningen dit te doen. De regeling loopt nog tot 31 maart, heb ik begrepen. Ja. Dus wat gaat u doen om de bewoners er toch toe te bewegen die bon te gebruiken? Nou, ik hoop natuurlijk dat dit er al een stukje aan bijdraagt. En we zullen ook zeker nog oproepen doen in de krantjes en op social media. Maar ja, als het goed is, ligt die bon ook nog echt in uw huis. Dus ik hoop dat mensen dat oppakken. En ze kunnen nu online via winst uit je woning. .nl hebben we zelfs boxen laten samenstellen dat je gewoon kan zeggen, nou, ik wil meer isolatiemaatregelen of meer energie besparen met ledlampen bijvoorbeeld. Kun je gewoon zo'n box bestellen. Ja, en als mensen de bon kwijt zijn? Dan kunnen ze bij ons nog een aanvragen. Mede door corona is Stichting Gezinsbuddy naastig op zoek naar nieuwe buddies. Juist nu hebben eenoudergezinnen het extra lastig. Wij ondersteunen alleenstaande oudergezinnen met thuiswonende kinderen die toch wel wat problemen ervaren in het dagelijks leven en daarbij een klein netwerk hebben. Nou, we hebben het idee dat als je alleen bent, dan sta je er echt alleen voor, zal ik maar zeggen. En is ook je netwerk de helft kleiner als je bijvoorbeeld wel met twee ouders bent. De ondersteuning is wenselijk bij deze gezinnen. Kan eigenlijk iedereen buddy worden? Ja, dat kan zeker. In principe is het vragen we van een buddy van dat je echt betrokken wil zijn bij een gezin. En echt mee wil kijken van wat speelt er nou. Een luisterend oor, dat is echt het allerbelangrijkste. En als je tegen dingen aanloopt waarvan je als buddy geen kennis hebt, dan maakt dat op zich niet uit, want je kunt altijd bij mij aankloppen als coördinator. Maar we hebben ook een heel groot netwerk, dus als de buddy, die hoeft niet alles zelf op te lossen, maar die kan het ook weer uitzetten naar anderen, zal ik maar zeggen. Het gaat er vooral om dat je je tijd wil besteden en echt er wil zijn voor zo'n gezin. Ik ben buddy geworden. Ik zag een advertentie in een lokaal krantje en ik stond op het punt om iets anders te gaan doen, van ander vrijwilligerswerk zoeken. En ik dacht, dat is wat voor mij. Ik ga gewoon eens informeren en kijken hoe dat gesprek gaat en wat ze daar allemaal doen, of het wat voor mij is. En zo is het eigenlijk gekomen. Hoeveel uur ben je er in de week gemiddeld mee bezig? Een beetje verschillend. Ik probeer fysiek één keer in de week naar haar toe te gaan en de rest is een beetje app. Mooi is wat een buddy kan betekenen, is waarom heb ik het al verteld? Ik weet niet. Dat je van overleven naar leven gaat. En dat vind ik een heel groot verschil. Eerst zijn ze aan het overleven en zitten ze even vast in hoe nu verder. En daarin kan een buddy, denk ik, heel veel betekenen om ze aan de hand te pakken en zeggen: van, kom, dan gaan we het samen doen. Dan pakken we dit op. Hoe zou je het willen? Wat vind je fijn? Wat zijn je behoeftes? En dan neem je ze gewoon aan de hand mee. En dan gaan ze weer in die flow, naar boven. Weet je, eerst zit je vast, zie je geen uitweg meer. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel. En daar kunnen buddies echt een hele mooie steun in zijn. Is dat niet heel zwaar voor de vrijwilliger? Nou, ik probeer altijd de gezinnen heel goed te leren kennen van tevoren. En ook de vrijwilliger, zodat de match echt klopt. En als je echt een klik hebt met elkaar, dan merk je heel snel dat beide er energie van krijgen.
En het kan best zo zijn dat als het een hele heftige situatie is, dan is het echt wel pittig, zeker de eerste maanden. Maar je ziet toch vaak ook door de komst van een buddy en het feit dat je als ouder niet meer alleen ervoor staat, dat dat wel rust brengt. Dus dan die zwaarte verandert gevoelsmatig dan. Mijn leukste ervaring is dat ik gewoon een hele gezellige gezin vind, waar ik ook gewoon hele leuke interactie mee heb. Dus eigenlijk is het wat ik merkte is dat ik heel snel het gevoel had dat ik werd ingesloten in het gezin. Dat ik werd geaccepteerd, dus een stukje vertrouwenspersoonsrol heb gekregen. En dat is heel fijn, het gevoel dat je iets mag zijn voor de ander. En dat was ook heel waardevol voor het gezin, want daar was juist ook de behoefte aan. Behoefte aan, ik heb zin om weer te gaan leven. Eigenlijk de stand van overleven naar leven, daar kan ik iets in betekenen. Ik ben hier om aan een jongere uit onze gemeente de Ronde Venen Topper te geven. Een jongere die heel actief is in de mantelzorg, waar we allemaal enorm blij voor zijn dat ze dat doet. En vooral de mensen in haar omgeving. Zij is heel bescheiden, wil niet zelf in beeld komen, maar ik ben hier bij Esther van mantelzorg Ronde Venen van Timpaan de Baat. En die gaat uitleggen waarom het zo goed is wat zij allemaal doet. Het is zo goed wat zij allemaal doet, omdat ze het vanzelf doet. Er wordt haar niets gevraagd, het gaat allemaal vanzelf. Typisch iets, een eigenschap van een mantelzorger. En dat is ook de bescheidenheid die ze heeft, want ze vindt het vanzelfsprekend om voor de moeder te zorgen en om voor de broertje te zorgen, voor de zusje te zorgen. Daarom willen we haar in het zonnetje zetten met deze Ronde Venen Topper. En ook als voorbeeld aan andere jonge mantelzorgers of jongeren die opgroeien met zorgen in een gezin, als ze hulp nodig hebben, dat ze de weg weten naar mantelzorg de Ronde Venen, zodat we ze kunnen ondersteunen. Let op, we gaan opzij. Ons beweegprogramma voor senioren krijgt er een bredere kijkersgroep bij. Naast de dagelijkse uitzending bij RTV Ronde Venen is Blijf Fit vanaf deze week ook te zien bij RTV Utrecht. Tegenwoordig is het allemaal bewegen, bewegen, bewegen. Nou, ik vind het heel belangrijk, zeker op onze leeftijd. Je moet proberen nog een beetje in beweging te blijven. Als je dan niet meer gaat bewegen, ja, dan roest je vast. Wat tempo! Let op, we gaan opzij. Sinds de eerste lockdown al merken we dat de mensen heel veel alleen thuis zitten. Dus we hopen dat we een beetje plezier kunnen brengen op de dag en tegelijkertijd het gunstige van het meer bewegen. Ja, bewegen is ontzettend belangrijk om jezelf een beetje fit te voelen. Ja, dat is enorm belangrijk. Het is goed voor je gezondheid, je weerstand en je voelt je gewoon prettiger als je een beetje soepel bent. Bewegen vind ik heel belangrijk. Zet die televisie aan, dan kun je zien wat er gebeurt en het is altijd prettig om iets te hebben waar je dan aan vasthoudt. Nou, we krijgen heel veel positieve geluiden van mijn deelnemers. Ik word regelmatig opgebeld, ik krijg kaarten toegestuurd. Ik kom mensen onderweg tegen en dan zeggen ze, we hebben weer meegedaan hoor, was hartstikke lekker. Dus ja, er is heel veel positieve reactie. Als je iedere dag een beetje beweegt, minimaal een half uur per dag, en dan schijnt het voor je gezondheid een goede aanvulling te zijn. Let op, we gaan opzij. Doe ik graag maar mee. Ik gun het iedere senior om hier aan mee te kunnen doen. Blijf fit. Iedere werkdag om 10:30 en 11:30. 's Middags om 14:30 en 15:30. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl.